Sinds 2006 zit aan de Korenaarstraat in het nieuwe westen van Rotterdam een opvang voor ex-prostituees. Zij deden hun werk veelal aan de Keileweg, maar die tippelzone werd in 2005 opgeheven. De opvang zit in een zijstraat van de Heemraadstraat. Het vertrekpunt van Jalta's videoserie De Bijstandstraat. Omwoners van de opvang zien regelmatig drugsdealers en soms tippelende vrouwen. De klachten kwamen ook gebiedscommissievoorzitter Tom Harreman ter oren. Hij wil de opvang verkleinen, dan wel sluiten. Maar wat zijn de voornaamste klachten die hem bereiken? Wij hebben in het begin nogal wat werk gemaakt om met bewoners en ondernemers te praten over wat we willen in dit stadsdeel bereiken in Delfshaven. En als je dan hier deze buurt loopt, dan bereik je wel signalen dat bewoners toch klagen over overlast van dealen op straat. Mogelijk toch wat seksuele activiteiten die plaatsvinden, geen toezicht op het pand. Een vrije in- en uitloop van mensen die er eigenlijk niet zoveel te zoeken hebben. Dus dat soort signalen hebben wij toen wel bereikt. Je weet nooit hoe heftig is die problematiek. Maar recent werd dat amperlijk wel bevestigd dat wat dat betreft het pand in de Korenaarstraat top 1 staat. Op het als pand zijn waar de meeste overlastklachten van binnenkomen. Was dat vroeger anders? In het begin wordt er heel veel tijd en energie verstopt om met een goed verhaal bewoners mee te krijgen in, ja, je krijgt toch een pand in je straat en dat vindt niemand leuk. Maar ik moet zeggen, deze bewoners in deze Korenaarstraat, die hebben gezegd, oké, als het ons overkomt, dan gaan we daar wel aan meewerken in een soort beheerscommissie. Dus we denken wel mee. Maar ik krijg wel signalen dat het de laatste tijd toch een beetje laissez-faire wordt. En dat het, ja, dat toezicht van het begin dat een beetje weggeëpt is. Er zitten twee koffieshops op loopafstand van de opvang. Wat vindt u daarvan? Nou ja, je kunt heel verschillend denken over nut en noodzaak van koffieshops en het gevaar daarvan. Maar je moet je wel realiseren dat als je mensen die het zwaar voor de kiezen hebben gehad in een omgeving zit met, zeg maar, de grootstedelijke verleidingen, dat dan, ja, de kans dat mensen dan toch weer terugvallen in gedrag wat ze liever niet zouden doen zelf, ja, dat is natuurlijk niet denkbeeldig. Dus een grote stad kent zo zijn uitdagingen en verleidingen en daar zit je wel middenin in dit stadsdeel. En wat moet er volgens u gebeuren? Nou, de oplossing A is van even goed analyseren hoe groot is nu de overlast. Want de meldingen die komen wel binnen, maar even de feiten van de fictie scheiden. Dan kijken of je met maatregelen de overlast kunt terugbrengen. Dan kun je gaan nadenken over verdunnen. In het laatste geval, als het allemaal niet werkt, hè, als het overlast voortdurend zich blijft aandienen, dan moet je overgaan tot sluiting. De woordvoerder van Bouwman GGZ, waaronder het pand valt, kon helaas niet voor de camera komen. Telefonisch laat hij weten geen meldingen van overlast te hebben gekregen. Verder zegt hij graag in gesprek te gaan met de gebiedsvoorzitter over dit onderwerp.